Eva van de Weide heeft een genoot van haar vrijgezellenbestaan, al verlangde ze steeds meer naar een liefde voor het leven. Die heeft ze inmiddels gevonden. Met Steven kijkt ze uit naar de komst van hun baby. Maar aan trouwen moet Eva niet denken. Actrice Eva van de Weideven, 34, heeft er nooit een geheim van gemaakt moeder te willen worden. Desnoods zonder geliefde. Ooit heb ik met mijn beste homovriend de afspraak gemaakt, als ik geen geschikte vent vind, dan ben jij mijn plan B. Tijdens haar relatie met acteur Tycho Gerning mocht Eva gezinsdroom niet uitkomen. En haar romance met Centraal Medisch Centrum acteur Bram van der Heijden mondde ook niet uit in huisje, boompje, beestje. Sinds ruim een jaar is Eva echter dolgelukkig met Steven ten Bruggekaten, die ze ontmoette via een wederzijdse vriend. Hij is een heel ander type dan ik altijd voor ogen had. Hiervoor viel ik vaak op kunstzinnige mannen. Steven detacheert artsen. Dat vind ik heel geestig, omdat dat zo'n totaal andere wereld is dan die van mij. Tegelijkertijd begrijpen wij elkaar volkomen en hoeven we niks aan elkaar uit te leggen. Alle fundamentele dingen gaan vanzelf, we staan op dezelfde manier in het leven. We willen hetzelfde wel en niet en we hebben aan één blik van de ander voldoende. Het is voor het eerst dat ik dit op deze manier meemaak. Push came the shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.